voor de light. Hey, voordat ik uitrol en lekker ga douchen, want hey, it's looking better out there. Thank you, universe, because hey, mommy has to operate outside now also too. Maar voordat we even, want ik was net aan het reflecteren op mijn video over de kinderen dat ik er ben. Weet je hoeveel kinderen er gewoon op aarde zijn die geen ouders hebben? En ik zei altijd als kind, oh, ik zou heel graag kinderen willen adopteren. Hey, als mijn kinderen en ik weg zijn uit deze land, veilig en wel bij mijn tante in haar grote huis. Ja, ze heeft een grote huis. Grote tuin, wat ik zei nogmaals. We got a place, okay? We don't need a country, we don't need a house over here. Want in een huis, dat ben je in jezelf, thuis. Maar als mensen ons geen respect geven in een land, ja, waar ze zeggen dat ze samen sterk staan voor de mensen, maar feiten zijn er dat dat gewoon niet is, want dat is feitelijk waar. Omdat ze sowieso praten over een Sinterklaasverhaal, wat niet bestaat. Die man die leeft niet meer. Dus hoe vaak wil je nog zeggen dat die man uit Spanje komt? Dat boot hebben ze net een paar kilometer op. Alsjeblieft, man. Ik ben ook Piet geweest in die tijd, joh. Ik weet nog. Maar goed, ik weet nog toen mijn vader dat vertelde nogmaals. En al daarom die leugen, man, van dit land. Breathe in, breathe out. Dus voor alle gelovigen. Ja, voor alle gelovigen. Ik heb respect voor iedereens geloof. Maar voor alle gelovigen uit daar. Het geloof vraagt je. Bied een mens een warm huis in nood. Bied een mens een warme plek om te slapen in nood. Bied een mens een warme maaltijd. Simpel, drie dingen. Drie simpele dingen vraagt het geloof. And hey, a lot of people couldn't give that to me. That's why the universe just got my back. This tennis, ooh, the sun is even coming up. Thank you. I'm gonna have a shower, eh? I'm gonna roll out to have some nature, fresh air. Dankbaarheidjes. Dank je, universe. Ik kijk gewoon naar het weer. Straks was het anders en nu. Wow, fantastically. So, mama's gonna have a ride. And I just want to say, al die mensen die geen vertrouwen in me hadden hier in Nederland, die zogenaamd mijn vriendinnen. Sorry, man. Ik kan niet meer met jullie omgaan, oké? Okay? Jullie zagen mij toen niet. Ik zag jullie kinderen wel. Maar jullie zien jullie eigen kinderen niet. De waarde die hun hebben. De mooie talenten, man. Ik zie ze, want oh, ik ben er voor de kinderen. Er zijn een enkeling die zeker aan mijn zijde blijft voor mijn leven. Heel mijn leven lang. Zeker. En er zijn nieuwe netwerken waar ik op ga bouwen. Tuurlijk. Want er zijn genoeg mensen die dit land moeten redden. Hey, they're not gonna be me only. No, I'm gonna collaborate with the right ones. But hey, first I gotta think about me and my children. Naar Amerika. Want hey, onderwijzen kan ik, hè. Dat kunnen ze hier niet. In ieder geval de school waar mijn kind op zit. Alsjeblieft, man. Schandalig voor al die ouders, hè. Zullen er nu achter komen that they just chose the wrong school for their children. Wil je een legertraining? Dan moet je ze daar naartoe sturen. Think about it. Want ik heb dingen gezien daar, hè. Ik ben één dag, of twee dagen, ben ik moeder geweest. Hoe heet het? Overblijfmoeder. Oh, people, that's a story too, man. Wauw. Die ouders, hè. Heel veel ouders, die waren daar niet bij. Maar als er ouders zijn die met wijsheid komen zoals mij, zou je hun kinderen meteen van die school afhalen. Meteen. Maar hey, I was being humble. I was being, you know, kluizenaar. Ik was aan het ontdekken. Je bedrijf kan je niet zomaar opzetten. Je kader analyse, look, be quiet. You know? Daarom toen ik die meid tegenkwam, die mij zo lang niet had gezien, toch? 11 jaar. Hoor je mensen zeggen, oh, ik dacht dat ze alles op orde had, bla, 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 bla. Hey, you didn't know what I was doing 11 years and before that, okay? En toen jullie rotzooi aan het uitvoeren was, was ik hard al aan het werk voor Nederlandse bedrijven. Ja, middenhoogsegment. Waar ik werken met grote leiders. Ja, directeuren. Rem Koolhaas, de neef daarvan. Vanilia. Een Nederlandse ontwerper. Oh, I worked for him. Yes. Many, many companies around the world for him. Not the world, but in Nederland, mensen. Ik hoor dat moeder naar boven komt. See you on the next one. Reflect on it later. Ciao.